opgevangen van Gelderen. Unuvar baas buitenom. Unuvar had het al gehoord. Dan wel voorspeld. Nu de uitbraak van Den Bosch. En met de Hoornkamp schuilt er heel veel gevaar. Hij heeft assistentie in de persoon van Leijten. De kans is er voor Den Bosch. Maar Gorter voorkomt andermaal een vroege openingstreffer van de Bossenaren. En zo is Den Bosch er na 2 minuten heel dichtbij. Prachtige uitbraak van Den Bosch. Hoornkamp niet zelfzuchtig. Weet dat Leijten daarop komt stomen. Alleen Gorter staat goed opgesteld. Baas meegeven aan Unuvar. Rasmussen snelt het 16 meter gebied in. Unuvar niet af te stoppen. Terugtrekken. Schot in de korte hoek. Goed gepakt door Van der Steen. Daar was dan de eerste gelegenheid voor jonge Ajax om een doelpuntje te maken. Mulders bedenkt zich net op tijd. Rasmussen hard, hoog, maar alert gekiept. Van der Winde schuift in en komt een heel eind. En probeert dan iets heel fraais. En het is heel fraai, maar net niet fraai genoeg. Gorter acteert rust en hij treurt. Eén keer kijken en met zijn traptechniek is het een op zich geen onmerkelijke keuze. Het scheelt niet veel. Van Axel Dongen. Rasmussen is snel, sneller dan Van Grunsven. Rasmussen en Unuvar krijgt hem er niet in omdat Van Grunsven zich daar als reddende engel van Den Bosch opstelt. En nu de frustratie. Nadat hij deze kans om zeep heeft geholpen. Al moet je vooral zeggen dat Van Grunsven hier het heel goed doet. Uitstekend werk ook van Rasmussen. En natuurlijk moet deze bal erin. Ahanach. Sprint van bijna voor niets. Hij moet nu weer terugsprinten. De linksback. Positie even overgenomen door Van der Winde. Rasmussen geeft hem mee aan Van Gelderen. En die schuift hem niet onder Van der Steen door. Op tijd bij de grond. Unuvar. Een balletje achter het standbeen van Rasmussen. Van Axel Dongen. Probeert het maar een keer zelf. Dan valt hij voor de voeten van Rasmussen. En die frommelt hem binnen. En de vlag blijft naar beneden. Dus leidt jong Ajax met 1-0. Dankzij een treffer van Christian Rasmussen. Speculeert op de afvallende bal. En die komt er. Mulders kijkt vooral. En Van der Steen heeft geen schijn van kans. Ahanach. En nog een keer Sofian Ahanach. Mulders. Voorzet door Leijten nog knap op doel gewerkt. Was niet eenvoudig. Unuvar. Warmerdam. Chipt hem richting Van Axel Dongen. Van Gelderen voor het doel. Die tikt hem daar binnen, maar mist. Tikt hem dus niet binnen. Vrije trap Ahanach. Komt aardig voor het doel, maar niet binnengekomen door Halilovic. Dat was nog eens een entree geweest, zeg, van die 23-jarige Kroaat. Unuvar. Van Axel Dongen. Voorzet in de richting van Rasmussen. Die laat die bal te veel van zijn voet glijden in plaats van dat hij hem echt vol raakt. Fitzjim, Unuvar meegeven. En Warmerdam haalt niet de trekker over. Niet voor het eerst dat de speler van Den Bosch een toch zeker lijkend doelpunt
verijdeld van jonge Ajax. Van Beijnen. Ahanach met Van Gelderen. Eventjes geen rugdekking. En dus is Ahanach er nu vandoor. Ahanach hard op Gorter. De herkansing is er niet voor iemand van Den Bosch. Van Beijnen. En deze houdt Gorter wel vast. Goede kans voor hem. Baas. Linsson. Combineren. Rasmussen geplaatst, maar niet goed geplaatst. Dit is riskant. En het is te riskant, maar Van der Steen voorkomt een treffer van Hansen. Ja, dit leer je toch bij de pupillen. Niet voor je eigen doel langs verdedigen. Zeker niet als doelman. Van der Steen doet het alsnog. Hansen zet druk. Van der Winden rekent op niemand. Beetje wild afgerond. Van Beijnen afgetroefd. Maar daar is Van der Steen. Horenkamp. De hoek is lastig. Door de benen geprobeerd. Eroverheen tegen de palen in de handen. Kolderiek moment. En dat loopt slecht af voor Jis Horenkamp. Die het op allerlei manieren probeerde om Gorter te passeren. Maar uiteindelijk geen goal voor hem. Van Bakel. Geef naar vol, wordt er geschreeuwd. Dat doet Ahanach dan maar. Gorter. Oei, ontsnapt aan een flater en is vervolgens woest dat er niet naar hem geluisterd wordt. Jan Sana zat hem een beetje dwars. Slordig van Gelderen, Ahanach, Van Bakel. Ook niet helemaal lekker, maar hij komt er langs en schuift de 1-1 binnen. Ja, dat kan dus gebeuren als je zo onzorgvuldig bent als jong Ajax. In dit geval in de persoon van Liam van Gelderen. Dan gaat het dus mis. Niet dat Den Bosch de kansen aan één recht, maar je voelde het een beetje hun kant op vallen. En nu valt het de kant op van Van Bakel. Kwartiertje nog te gaan op de toekomst. Mulders. Voorzet. En daar wordt te laat op geanticipeerd door Horenkamp. Warmerdam. Hansen. En daar is Mulders. Daar is de kans. De kapbeweging is fraai. En dan is het net niet Van Gelderen. En die gaat er ook ruig in. Weer een opstootje. Het wordt er niet vriendelijker op. Ook Unuvar bemoeit zich ermee. Het is Hansen die met de kapbeweging zichzelf een gelegenheid geeft. Ja, Van Gelderen gaat ervoor. Barnel. Aardige versnelling. De voorzet. Daar is Marta. Daar is het 2-1. En zo hebben die invallers een hoofdrol bij de hernieuwde voorsprong van jong Ajax. Gouden hand van wisselen van Heitinga. Uitstekende versnelling. En hij staat behoorlijk vrij, Marta. Rasmussen. Daar is Marta. Kan hij de wedstrijd in het slot gooien? Maakt hij gebruik van iemand anders? Hansen. En dat wordt voorkomen door Van der Steen, de 3-1. En dan
zit de tijd erop. Historie voor Jong Ajax. Voor de 13e keer op rij niet verloren in de keukenkampioendivisie. En zelfs gewonnen van Den Bosch. Dankzij een late treffer van Arjani Marta.